1, van harte goedemiddag. Welkom bij deze live uitzending. Niet zomaar zijn we hier, want eerder hebben wij dus dan voor u gebracht de werkzaamheden van de bouw van de vergaderzaal van DNA. UNESCO heeft duidelijk aangegeven dat ze dus dan niet content zijn met wat er hier gebeurt en dat er verandering gepleegd moet worden. De minister heeft aangegeven dat het tijdelijk stopgezet zal worden. En het is werkelijk stopgezet. Wanneer we dus dan brengen dat ze zaken zeggen die ze niet doen, is het goed. Maar wanneer ze zaken ook hebben gedaan, moeten we die zaken dus dan ook netjes brengen in de uitzending. De werkzaamheden zijn gestopt. We zijn gaan kijken. Misschien kan Berto je dus dan laten zien dat de werkzaamheden gestopt zijn. Hij zal zijn camera wel naar boven moeten zetten. Om dus dan u duidelijk te maken dat de werkzaamheden gestopt zijn. Niemand werkt, niemand is bezig. Alles is stopgezet. En dat is heel goed dat ze dit keer wel gedaan hebben wat ze gezegd hebben. Meneer Orrie heeft gezegd dat het tijdelijk stopgezet zal worden. En het is werkelijk stopgezet. Niemand werkt hier. Niemand is hier bezig. En dat is fijn. We weten niet wat er in de tussentijd zal gebeuren. Waarschijnlijk zullen er gesprekken zijn met UNESCO en alle andere actoren om tot een oplossing te komen over deze vergaderzaal die gebouwd wordt hier op het complex van het nieuw DNA-gebouw. Dus we hebben het voor u gebracht. De werkzaamheden zijn gestopt. Trouwens, we hebben gesproken met mensen hier. En die hebben aangegeven dat ze 8 november weer starten. Dus zeker 8 dagen zullen ze dus dan niet werken. Maar dan zullen ze dus dan weer starten op 8 november. En wat er allemaal in de tussentijd zal gebeuren met gesprekken, dialoog, I don't know, moeten wij dus dan zien. In ieder geval hebben we het gebracht. Toen men bezig was te werken terwijl ze moesten stoppen, hadden we het gebracht. Maar nu dat ze gestopt zijn, dat is positief, moeten we het ook brengen. En we hebben het voor u gebracht. De werkzaamheden hier bij de vergaderzaal van DNA, die zijn dus dan stopgezet. Roberto Ormskerk in de felle zon. Ik ben Gerald Harderwijk. Ik sta ook in de zon. We zijn er later weer met meer nieuws op DTV.